Als je aan de gemiddelde Vlaming vraagt wat weet je over Aarschot, dan is de kans groot dat de woorden Scala of Scaletta vallen. En dat is logisch, want zij zijn van hier. Maar is de gemiddelde Aarschottenaar wel helemaal Scaletta-proof? Dat gaan we testen in een aantal challenges. Challenge 1! Ona, deze challenge is voor jou. Moeten jullie vaak op de foto bij Scaletta? Ja. Voor wat zoal? Bijvoorbeeld op Instagram, leuke foto's. En ook bij de shows worden er foto's getrokken. Ja. Wat is jouw opdracht? Je moet één persoon vinden uit Aarschot en je moet die 5 coole poses laten doen. Okay. Gaat dat lukken? Ja. Stel nu dat ze niet willen meewerken, wat ga je dan zeggen om ze te overtuigen? Ik ga gewoon zeggen dat we willen laten zien dat Aarschot Scaletta proof is en ik wil hem echt overtuigen. Oké, en anders gebruik je je puppyogen, hè? Ja. Doe eens. Oké, goed. Ik zou zeggen, loop hier alvast binnen, want ik zie daar een paar mensen staan. Veel succes. Oké. Okay. Good luck. Hallo mevrouw. Hallo. We zijn van Scaletta en ik zou vragen of u mijn challenge wilt doen. Ah ja, en wat houdt dat juist in, die challenge dan? We willen bewijzen dat Aarschot Scaletta proof is. Dus je moet 5 dansposes uitbeelden en ik ga van u foto's trekken. Ah ja, ik wil dat wel gerust proberen. Oké, kom maar mee. Oké. Okay. Ja, perfect. U mag uw voeten een beetje meer stabiel zetten, zodat het mooi staat. Oké, ik ga nu nog een laatste nemen en deze moet perfect zijn. Kom aan, doe maar. Ja, perfect. Dank u wel, mevrouw. Okay. Ik zal de foto's nu eens uitbrengen zoals u die kan zien. Okay. Nu moet ik nog even wat wapperen. Ja. Ja, dat is ook een mooie. Deze foto is klaar. Deze challenge is geslaagd. Goed gedaan van ons. Jij het ook, hè? Goed gedaan. Dank u.